maandoverzicht november. Nederland staat in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen. De PVV van Geert Wilders wordt veruit de grootste partij. Het weer is wisselvallig en qua temperatuur vrij zacht. Dit is wat er in Almelo gebeurde. Heracles Almelo doneert ieder jaar sportkleding aan de speelgoedbank en sportbank. Nou, dat is voor ons natuurlijk fantastisch, want los van de speelgoedbank hebben wij ook het sportdepot, waarin wij de sportkleding weggeven aan kinderen waarvan de ouders geen geld hebben. En ja, we hebben natuurlijk in Almelo heel veel kinderen die ontzettend fan zijn van Heracles. En nou krijgen we weer de mogelijkheid om deze kinderen Heracles kleding te geven. Stichting Gira, in samenwerking met Heracles en sportbedrijf Almelo, organiseert rolstoelvoetbal voor kinderen met een beperking. Dat mijn zoontje gehandicapt is, cerebrale parese heeft, betekent dat hij een hersenbeschadiging heeft. Daarnaast is hij vervent voetbalfan en houdt hij van de Mbappé's van deze wereld, Haaland. En op een gegeven moment zagen we op televisie een filmpje voorbij komen van elektrisch rolstoelvoetbal in Nijmegen. En toen dacht ik van, hey, wat een mooi idee. En toen zei mijn vrouw Melinde, de medeoprichter van Stichting Gira, is het niet leuk om hem een keer naar Nijmegen te laten komen om daar een keer voetbal te laten spelen in een rolstoel. Dat ik bedacht van, hey, het is leuk om zoiets, niet alleen leuk, maar goed om iets op te zetten voor kinderen en jongeren die beperkt zijn. En ja, voetbal, weet je wel, hoog in het vaandel hebben staan en graag zelf zouden willen voetballen. Riet Telgenhof wint de Herman Krikhaarprijs voor haar werk. Voor je het weet, kom je hier terecht. Ze heeft de winnaar geworden, Riet Telgenhof. Prachtige aandenken aan deze prijs. Oh, geweldig. En als het goed is, zijn er ook nog bloemen. Ja. Tijdens de laatste editie van Zakelijk Almelo wordt de Almelo-speld uitgereikt aan Koen Heldenweg. Wat maakt het zo leuk, Zakelijk Almelo? Nou, om te beginnen, de mensen met wie je dat doet, met wie je dat organiseert. Dat is niet het meest belangrijk, maar heel belangrijk. Het meest belangrijk is dat elke keer weer zoveel mensen op afkomen die geïnteresseerd zijn in wat hier allemaal aan ondernemerschap en bedrijfsleven wemelt. En, want zonder publiek, kan ik je wel vertellen, is het een hele saaie bedoeling. Daarvoor ook de andere overheden. Open dag bij de rechtbank in Almelo, waar aanwezigen onder andere kunnen zien hoe een rechtszaak verloopt. Vandaag is de open dag van de rechtbank. De open dag is eigenlijk om te laten zien, wat doe je nou op zo'n rechtbank de hele tijd? En waarom is een rechtbank, een rechtspraak belangrijk? Nou, dat willen we vandaag laten zien. Bij Kogas geven ze een demonstratie met hun nieuwe waterstoftafel. De verschillen tussen aard- en waterstoffen worden ook uitgelegd. Dan hoor je al iets. En ook bij het aansteken hoor je al een knal. En dat is typisch voor waterstof. Je ziet gewoon dat hij brandt heel snel, waardoor je hem gewoon ook hoort. Je ziet ook qua vlam dat hij wat anders is. Om de waterstofvlam beter zichtbaar te maken als het droge weer is, hebben we speciale flessen hier. Eén is gewoon kraanwater. En als we daarmee spuiten, dan zie je dat de vlam gewoon beter zichtbaar wordt. Dan zie je dat er een mooi oranje wordt. We kunnen hem ook heel mooi een ander kleurtje geven. Groen bijvoorbeeld, met kopersulfaat. En dan zie je dat de vlam mooi groen wordt en op die manier zichtbaar wordt. Of met een andere lithiumchloride is dit, wordt die heel mooi rood. En op die manier zou je dus ook een vlam veel zichtbaarder kunnen maken door iets toe te voegen aan het gas. Demissionair minister Piet Adema ging op bezoek bij boeren in de regio om te praten over de toekomst. Er waren ook jonge boeren bij. Ook voor de jonge boeren is er een toekomst in Nederland. Moeten ze zich goed realiseren. De Nederlandse landbouw is belangrijk voor de wereld. En dat zal het ook in de toekomst zijn. Het zal anders moeten. De landbouw zal moeten verduurzamen. Het zal meer in balans met de omgeving, met de ecologie moeten plaatsvinden. Maar dan nog zal er ook dat nieuwe duurzame landbouwsysteem zal van wereldklasse zijn en zal veel toekomst hebben.
We hebben het gehad bijvoorbeeld over hoe de boer ook kan bijdragen aan natuur- en landschapsbeheer. Wat we kunnen doen aan mestverwerking en aan het beperken van de emissies uit de mest. Mm-hmm. We hebben het ook gehad over het verdienmodel van de boer. Hè, om ervoor te zorgen dat hij ook goed betaald krijgt voor zijn producten. Nou, we hebben een aantal van die aspecten besproken die echt met de toekomst van de boer te maken hebben. Met het perspectief voor die toekomst. Het Alma College start met het schoolontbijt. Om alle kinderen een goede start van de dag te kunnen bieden. Weinig op dit moment. De redenen zijn divers. Dat kan van alles zijn. Daar kom je soms ook moeilijk achter. Stel dat daar gewoon geen ruimte thuis is, dan is daar misschien ook wel een soort van schaamte. Sommige kinderen die hebben ruimte genoeg thuis om te ontbijten en de ouders zijn gewoon niet aanwezig. En dan wordt het ontbijt overgeslagen, omdat misschien in bed blijven liggen is belangrijker, andere prioriteiten. Maar we merken wel dat kinderen die ontbijten, zeg maar, en je lichaam is natuurlijk wel een motor. En die motor die moet natuurlijk voorzien worden van energie. En door 's ochtends te ontbijten, dan krijg je in ieder geval wat energie binnen, waardoor je de dag beter kunt invullen. Na het vertrek van burgemeester Gerritsen neemt tijdelijk burgemeester Mirjam van het Veld het stokje over. Wij maakten kennis met haar. Ja, waar kende u allemaal van voordat u waarnemend burgemeester werd? Ja, ik ben vanaf mijn 18e ben ik heel veel hier in Twente geweest, omdat ik een vriendin in Tubbergen had en vrienden die uit Frieseveen kwamen. En toen heb ik eigenlijk de liefde voor Twente gekregen. En ook daarna ben ik hier heel vaak op vakantie geweest. Ja, en dan kwam je natuurlijk ook wel eens in Almelo als je in Twente was. Ziegins komt de stoomboot weer aan. Hij brengt ons Sint-Niklaas. Ik zie hem al staan. Sinterklaas komt weer aan in Almelo. We zijn zo blij dat u er bent. We zijn blij, hè, jongens en meisjes, dat Sinterklaas er is. Oh, wat fijn. Hoe is het om weer in Almelo te zijn? Oh, het is hartverwarmend om weer in Almelo te zijn. Het is fantastisch om hier te zijn. Zoveel lieve kindertjes bij elkaar. Het is elke keer weer een emotioneel moment om hier door die brug te komen, de Javabrug. Het is fantastisch. Na de val van het kabinet zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen. In Almelo ging het er zo aan toe. Nu toe 117 kiezers gehad. Aantal kiezers die een volmacht stem hebben uitgebracht. En een aantal kiezers die een kiezerspas hebben. Dus tot nu toe gaat het nu wel voorspoedig. En wat verwacht je nog van de rest van de dag? De rest van de dag verwachten we dat het iets drukker gaat worden. Want natuurlijk om 5 uur zijn de meeste mensen vrij. En dan zal het tot 7 uur denk ik ongeveer best wel druk zijn. En dan tot 9 uur is het gewoon de rit uitzitten. Het team van Straatpraat vroeg aan de bezoekers van de donderdagse markt: wat vindt u van de verkiezingsuitslag? Want ik heb er zelf op gestemd. Dus, en waarop hebt u gestemd? Ik heb op Geert Wilders gestemd. En wat is uw motivatie om uw stem op meneer Wilders uit te brengen? Nou ja, het was eigenlijk heel uiteenlopend. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen meningen. En die van hem bij elkaar bekeken sloten het meest bij mij aan. En ik denk dat Nederland wel toe is aan verandering.